Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met een keer Brote Drengslee. In de vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag gewoon weer lekker verder waar we gebleven zijn. Ik heb volgens mij niet veel getraind. Ja, een klein beetje als ik het goed kan herinneren. Maar we gaan vandaag in ieder geval gewoon weer verder om naar level 42 skills te krijgen. Dus in ieder geval, dat terzijde. Er is ook binnenkort, volgens mij aankomende week, is er ook nog bonus XP weekend. Dus als ik dan ook nog even gewoon goed ga trainen, dan moet dat hopelijk goed, snel goed komen. Zo niet, dan heb ik waarschijnlijk gewoon een probleem. Maar nee, eigenlijk niet. Maar dat heeft ermee te maken omdat ik gewoon deze snel richting de level 50 wil. En dan een keer 11 wat je wil verslaan. Dus die bonus XP die komt in ieder geval wel heel handig uit. Dus volgens mij komt die over 6 dagen. Als ik het goed heb. En dat is vanaf nu echt gewoon op de aankomende donderdag half of zo. Donderdag, vrijdag dan ongeveer. Wanneer ik dit opneem is het eigenlijk op de vrijdag. En het wordt geüpload op de zaterdag. Dus voor mij is het in ieder geval nog 6 dagen. Maar dat moet geen... Moet in ieder geval geen probleem zijn. En ik ben ook weer een beetje bezig met mijn main account. Ook gewoon weer om even een beetje te trainen. Want ik wil daar mijn combat skills wil ik een beetje naar level 70 hebben. Want ik wil binnenkort ook een keer weer, wanneer het kerstvakantie is, dan wil ik ook weer member gaan worden. Dus ik heb nog wel een beetje de prioriteiten in zitten, ook daarin. Vanwege dat er ook behoorlijk wat is dat ik wil doen. Dat heeft er ook mee te maken van dat ik daar smitting iets van level 72 heb en crafting ook rond die rond de skill. En wanneer ik member ben, dan kan ik namelijk ook nog eventjes divination gaan doen. Als ik die drie skills die ik net had opgenoemd, alle drie level 80 haal, dan kan ik een elite skill gaan doen en dat heet Invention. En wat ik heb gehoord moet dat behoorlijk goed zijn. Ik weet niet of dat zo eigenlijk is, maar ja, vooral op de latere levels lijkt het me wel logisch. Maar daar ben ik dus nu ook een beetje vooral mee bezig op mijn main account. Ja. Ik vind hier allemaal 1000 XP ongeveer. En deze van 2800. Maar dat maakt ons hier niet veel uit. Maar ja, waar ik dan bezig ben met trainen is dan in de Karamia dungeon waar die bats zijn. Dan ben ik met die Lesser Demons aan het vechten. En Red Spires. Die er ook zitten. Die zijn nogal akelig om kapot te krijgen. Dus meestal ga ik dan gewoon voor de Lesser Demons. Die zijn wat makkelijker neer te halen. En dat wordt ook als advies gegeven op de RuneScape Wiki. Dus dat is ook wel handig om te hebben. Nou, laat ik even een ander nummertje opzetten. Oh, hij haalt gewoon al die dingen. Zo van, die wil ik wel hebben, dat wil ik hebben, sure. Laten we gewoon voor fanfare gaan. Boom. Wat heeft hij dan nou weer van een schild? Een element kite shield met een red shield appearance. Oké, dat kan. Het is hier wel lekker druk, dat is duidelijk. Oh, en ik heb nu ook een XP boost gekregen vanwege dat iemand een Pulse Core heeft geactiveerd. Ja, dat kon ik al zien met al van die ringetjes om iemand heen. Nou, dat betekent dat ik de aankomende 10 minuten ook meer XP krijg. Niet veel, maar wel een beetje.
2,8 XP per keer. Nou, ieder beetje helpt bij mij. Oh ja, die heeft nog steeds een pulscore. Oh ja, ik moet die botten wel even een beetje oppakken. Dat lijkt me ook wel verstandig om te doen. Big bones. Kom hier! Dan kan ik binnenkort ook naar Roen armor en dat. Dat vind ik toch wel het fijnste. Om te hebben natuurlijk. Omdat ik daar behoorlijk gewend aan ben geraakt. Even zien. Kijk, er is nog een ander mooi nummertje. Misschien moet ik de Beneath Cursed Tides maar eens een keer doen. Want die heeft namelijk ook best wel leuke nummers. Deze New Beat Melody. Want als ik deze opzet, ook klassiek. $200 miljard XP in firemaking. Jemig. Ja, ik ga ook nog even die treasure hunter key gebruiken. Oh! Wat te strooien. Soms gewoon luxe. God, die heeft wel een pulscore. Ja, die heeft er nog eentje. Ik heb gewoon 2 rune skippitars aan. En een lot of power. Handig. ...105 XP. Oh. Hey, heeft een doggo. Een Dalmatier. Steek. Slaan. Zo. Ik zeg toch. Oh wacht. Ik vergeet de hele tijd om die treasure in te kieten en pakken. Te gebruiken, wat dan ook. Oké, okay, big bones. Nou, ik klik maar ergens op. Ook goed. Een antieke chest, what the fuck? Ja, hier kan ik niks mee. Dat is een members object. Slayer Tower Shortbow? Oh nee. Nee. En de daily tokens, wat is dit toch ook weer? Het zijn allemaal members objecten. Nou, daar kan ik niet veel bij. Als ik nou member ben op dit account, dan is het nog wel een ander verhaal. Sinds ik dat niet ben, gaat het een beetje lastig. ...44 XP, maar heb ik hem alweer level 20. Nice.
deze aflevering wel sowieso Constitution level 2 heb gehaald. Ja, makkelijk. Deze denk ik de volgende aflevering. Denk ik. Ik ga gewoon door totdat die pulscore geëindigd is. Ja, de volgende aflevering dan is je nog steeds wel bezig, daar die van. Zo, even lekker van damage. Zo. Die is ook meer. Die doet niet meer. Nog eentje. Want ik moet hem naar level 37 hebben voor de magic gebeuren. En die is ook meer. Die doet het ook niet meer. Hoppa, level 20. Prayer. Hoep, hoep. Oh, die is lekker met magic bezig, zo te zien. What the fuck heeft die dan voor armen? Split Park Helmet. What the fuck is dat dan weer? Oh, dat is zo te zien duidelijk gefocust op magic. Nee, die is van mij. Gimme, gimme, gimme. Wilde banger. Gaan ze mijn plek inclaimen? Nou, dan ga ik wel hier achterin. Ook groot. Dan is dit mijn plek nu. Vind ik altijd zo irritant. Gaan mensen je spot verstoren terwijl je daar aan het trainen bent. Ja, nee, fijn hoor. Heel fijn. Even kijken op de rekenmachine hoeveel van deze big bones ik eigenlijk nog in de grond moet graven om level 37 te krijgen. ...22971 deel door. Wat krijg je daar nou? Van 15 XP. 1531. Misschien moet ik dat ook maar even een keertje gaan doen als ik dan voor bij de GE dat allemaal in ga halen of zo. Misschien wel handig. Eerst wel lekker schulder op bovenop zitten. Kijk, hoeveel XP. Oh, 352 nog maar. Dat is wat te doen. Kom hier! Zo. Boom. Misschien moet ik maar eens overgaan naar lobsters. Want lobsters die geven je 1200 health per keer. Dus kan ik nog wel langer mee. Met spul gooien. Sprulst gooien. Wat dan ook. Ja, Corpus is bijna afgelopen. Ik heb er één hoor. Nou. Goodbye, Pulscore. En plat jij. Constitution, come on.
Zo, die is ook wat neer. Zo goed als. Hallo meneer. Zo. Nee, die is van mij. Lul. Ik kan hebben. En dan sta ik hier weer te wachten. Hilly! Zo, steek. Ik steek hem gewoon dood. Geprino's. Oké, 99 XP nog. Dit tintje vind ik wel heel grappig. Mijn heel giant. Niet die van jou, lul. Oké, als het goed is nog één Hill Giant. Ja, hier. Och, ben die pull score. Beetje laat, maar hey. Hoppa! Level 42 Constitution. Void Armor. What the fuck is dat dan nou hier? Sick member, ja. Oké, maar ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer weer. Later!